Jij hebt ideeën want dat de ouderenzorg vernieuwd moet worden, want het gaat niet goed volgens jou. Ja, absoluut. Ben je zelf wel eens in een verzorgingstehuis geweest? Nee. Nou, ik zou er ook niet komen, want Okay. Je wil er niet zitten. Het is gewoon verouderd. Ja. De ouderenzorg is niet meer zoals het van deze tijd zou moeten zijn. En wat denk je dan dat er verbeterd moet worden? Of wat kan er verbeterd worden? Ik denk dat je veel meer moet op toespelen dat je echt plezier hebt. Dat je daar ook echt wil wonen. Okay. Feeling good. Oh, dat zag ik hier op het lijstje ook staan. Die feeling good is eigenlijk want als je je goed voelt, wil je zeggen dat je dan beter, gezonder leeft en minder zorg nodig hebt. Ja. Okay. Oké, en ik zie hier ook schoonmaker is verpleger. Wat houdt dat dan in? Ja, dat is wel heel leuk om te vertellen. Ja, goed dat je dat zegt. We zien namelijk ook dat als je binnen families zoekt naar bijvoorbeeld een schoonmaker, dat je al gauw bij iemand terechtkomt die daar ervaring mee heeft en die iemand kent. Ja. Dus via kom je aan een schoonmaker. Dus op die manier zouden we eigenlijk ook de verpleging kunnen hebben. Oké, dat je maakt zelf de keus. Dus ik kies iemand, ik krijg niet iemand aangedragen, maar ik kan het zelf kiezen. Dat is eigenlijk exact. Een beetje het idee. Weer die feeling good. Gewoon hetzelfde okay. moment. Okay. Goed voelen bij de persoon die jou gaat helpen. Ik zie nog meer woorden staan. Digi. Alles is digi natuurlijk, maar wat bedoelen jullie met digi? Ik denk dat er heel veel ook in de ouderenzorg aan digitale middelen nog gebruikt kan worden. Okay. Denk aan beeldbellen, Skype bijvoorbeeld, dat je dat veel meer met je familie ook kunt doen. Okay. Zodat je daar ook toch meer die interactie ook met ouderen kunt hebben. En betekent dat dus als we naar ouderenzorg kijken, dat we dit soort dingen moeten gaan implementeren of moeten er hele nieuwe verzorgingstehuizen komen? Een combinatie van. Ik denk dat het thuiswonen ook heel erg belangrijk is. Dat er ook veel meer gericht gaat worden op het thuiswonen. Dat daar ook alles in de verpleging daaromheen ook op gericht gaat worden. Ja. Maar ook binnen verzorgingstehuizen. Ik denk dat daar ook nog een slag gehaald kan worden om het levendig te maken, om het leuk te maken. Om je echt dat vertrouwde huisgevoel ook daar te kunnen hebben. En zou jij je ouders ook weer in jouw huis nemen? Ja, ik denk dat daar best wel over te praten is. Ja. Okay. In ieder geval om daar je ouders ook in te ondersteunen. Dat kan nu al zijn door ze te helpen met computervaardigheden. Maar dat kan natuurlijk ook op latere leeftijd om een keer het huis schoon te maken en de ramen te lappen. En wat zie je dat mij al doen trouwens? Nee, ik ben heel erg benieuwd. Dus ik hoop je ouders dit filmpje ook te zien krijgen. En, maar wat wil je dan, want dat zijn best wel veel dingen eigenlijk. Het gaat al, als je het hebt over feeling good en zelf je keuze van je verpleging kiezen. Dan heb je dus eigenlijk over het heft in eigen handen nemen. Wat meer, dat betekent een hele andere organisatiestructuur. Ja. Waar ga je beginnen? Want dat is wel heel erg veel. Ik denk dat je al heel simpel kunt beginnen met ook de opleiding van de huidige hulpverleners. Om daar ook nu al toe te spitsen. En dat je daar veel meer dat vraaggerichte en veel meer dat plezier en die fun terughaalt in ook al de opleiding dus. Okay. Maar dat betekent dus dat we het aankomende jaar vooral met eigenlijk dit verkondigen bezig moeten zijn, toch? Ja, denk het wel. Ja. Okay. Ik denk dat we daar al begin volgend jaar al, en misschien nu al zelfs, echt de discussie met elkaar moeten beginnen. Okay. Echt die maatschappelijke discussie van hoe gaan we nu met onze ouderen om in de toekomst. Dus we zien helaas strakjes terug met deze visie, zeg maar. Absoluut. Ik denk dat we daar een hele mooie, goede visie op gaan maken. Oké, nou ik denk dat de ouderen op je zitten te wachten. Dankjewel.